Ik keer nog heel even terug naar Gabriele Esselbrugge. Heeft een prachtige plaquette, een soort van prijs heeft ze meegenomen. En dan moet je toch even uitleggen wat het nou precies is, want het is iets heel prestigieus. Het is Giethoorn is toegetreden tot de top 20 toeristische bestemmingen in de wereld. En niet... Ter wereld, hè? Ja, ter wereld, ja. Dus het is niet omdat wij zo groot zijn, maar juist omdat wij een mooie balans hebben tussen culturele aantrekkingskracht, idyllische ligging en economie. Dan kom je in het rijtje New York, nou weet ik wat allemaal. En dan Giethoorn zit daar dan ook in.